Goeie oude tijd. Ik heb dit nog nooit gelezen. Dit was echt op het toppunt van mijn carrière. Maar in Engeland, daar leeft voetbal zo erg. Elke dag ging het over onze club. Dus sta je gewoon in één jaar wel 80 of 100 keer in de krant. Echt leuk. Dit was ook echt een mooie wedstrijd tegen Norwich City. Dat is zeg maar de Ipswich en Norwich City. Dat zijn de grootste concurrenten van elkaar. Nou, dan zie je dat ik een 8 krijg, hè? Now is playing a man's role at the back. Echt, de sfeer was echt ongelooflijk. Ja, de energie die van het publiek kwam, ja, is gigantisch. Dat mijn trainer op dat moment Roy Keane was, nou, dat is toch een held van vroeger. Dat is een van de beste spelers ter wereld op dat moment. Toen ik opgroeide, nou, is dat je trainer dan ineens wordt, is dat toch wel echt mooi om mee te maken. Dit is mijn allereerste elftal trouwens. Daar sta ik 6 jaar bij Sparta Rotterdam. Hier ook nog allemaal sjaals en bidons en stropdassen. Behalve de treffers, ik heb ook nog steeds geen shirtje van hem gekregen. Van de treffers, foutje. De hele bak zit vol. Ja, dat hoef je niet helemaal hoor. Allemaal met spullen van Pim. Van Pim. Ja. Alle krantenknippers waar ik ooit heb. Die ik nog altijd in moet gaan plakken. Toen kwam dat hier met Heerenveen en ik ben alles gaan bewaren. En toen hij naar Engeland ging, heb ik tegen hem gezegd van doe elk interview eventjes uitknippen. Dat heeft hij niet altijd gedaan. Maar ik kwam daar ook een keer alleen. En toen kwam ik met een taxichauffeur. Toen was hij net aangenomen bij Ipswich. En die zei, oh, Pim Balkenstein. Ik denk zo, hij is al bekend. En hij had achter in zijn kofferbak had hij allerlei kranten. Ja, niet van Pim alleen natuurlijk. Maar wel omdat hij er net was aangenomen. Een contract had gekregen. Had hij stapels krantenknipsels. Die hij dus weer niet voor mij had. Maar mijn taxichauffeur. Dus dat was hartstikke leuk. Dus ik heb toen wel het eerste boek gemaakt. Dat is die van Ipswich, omdat hij hier vandaan ging. Van hier een P naar Ipswich. En dat wilde ik dus voor elke club maken. Maar dat is er niet van gekomen. Waarom heb je dat allemaal gedaan? En Luc, mijn man, die is ook voetballer geweest. En die vond het altijd onzin om iets te bewaren. Vandaar dat we niet veel hebben. En toen ging Pim voetballen. Toen dacht ik, dit ga ik anders doen. Nu heb ik het in de hand. En Pim vond het ook niet nodig. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, want het enige wat we van Luc hebben is dit. Wat daar hangt. En verder niet. Ik heb zelfs... kaartjes. Ja, dit zal vast een hele belangrijke wedstrijd zijn geweest. Sheffield. Niet zo. Nou, voor mij dan, daar was ik bij. En vast de overwinning. Nou heeft je moeder zoveel dingen voor jou bewaard. Je komt thuis, je gebakken eitje staat klaar. Lekker, hè? Ja, zeker. En ze moet elke wedstrijd komen, want als zij er is, dan winnen we. Ja, en nu, dat is jammer omdat ik zelf nu veel weg moet, kan ik niet naar de treffers. Ik ben 1 keer geweest, waarbij ze wonnen. Maar het liefste ga ik elke wedstrijd.